En er waren natuurlijk ook stemmen die zeiden, ja, laat hij nou niet de fout maken dat hij naar de commerciële gaat, laat hij naar de publieke omroep gaan. Ik denk dat hij zelf intelligent genoeg is om dat ook wel te begrijpen en te doen. Maar ik zou hem zeer willen afraden om naar de commerciële te gaan. Die geluiden hoor je natuurlijk omdat Frans Klein bij SBS zit. Dat is toch afbraak van alles. Niet waar, wat neigt naar subtiliteit, naar enige vorm van nuance, naar enige vorm van humaniteit. Kijk naar Jack Spijkerman, die heeft het aan de lijf ondervonden. Nou, niet alleen Jack Spijkerman, maar wacht, dat dacht je van Jinek. Ook weer terug. Hoe lang heeft ze daar gezeten? 2 jaar? Ja, maar die is niet qua imago helemaal ingestort. Die kan nu prima weer terug. Nou, ik moet je zeggen. Ja, zij deed me toch denken aan sommige van die Romeinse gebouwen die in Italië licht verwaarloosd worden. Waardoor er dan een klein struikje de dakgoot groeit. Ja, ik denk wel dat ze licht beschadigd is. In mijn ogen. Mij ook. Toen zei dat toen dit allemaal aangekondigd werd, ook omdat zij de meest geniale talkshowleider van enzovoort was, dacht ik, ik vind dat niet verstandig. Maar ze heeft bij. Ik vind dat die RTL, daar ga je aan ten onder als je serieuze ambities hebt. Inhoudelijk bedoel ik. Ja, maar. Dat RTL leidt altijd tot vage kletskoeken en zangeresjes enzovoort. Dat neemt niet weg dat ik het laatst heel leuk vond om bij Umberto te zitten. Maar goed, dan mag je zeggen wat je wil zeggen. Ja, je bent dan te gast natuurlijk. Je staat dan niet op de loonlijst. Mm. Dat is natuurlijk een verschil. Maar Jinek heeft dan niet hele slechte cijfers gescoord. Ze heeft niet constant de pannen van de dak gescoord. Oh, er waren dramatische avonden bij, hoor. Ik kan je verzekeren dat qua ze... Qua kijkcijfers dan... of qua inhoud? Of beide? Ik denk beide. Oké. Maar goed, zij kan nu terug. En ze zeggen nu dat zij dat 7 uur tijdslot bij NPO 1 gaat doen. Het oude De Wereld Draait Door tijdslot. En daarmee ja, moet je weer... dat zou ik ook niet doen als ik haar was. Maar goed, dat is ook niet aan mij om daarover iets verstandigs te zeggen. Ieder moet dat voor zichzelf zien uit te vogelen. Wat voor soort programma's die het liefste doet. Maar Jack Spijkerman, die ging natuurlijk toen naar... Wat was dat Talpa 10? Ja, team? Was ook wel maar geniaal. Maar die is helemaal ingestort. No time off. Die is hier helemaal nooit meer terug. Nee. En toen heeft hij ook zijn contract verbroken en zo. Dat je ook denkt... Voor die luizige centen, sorry. Ja. Dit zijn allemaal mensen die echt gegarandeerd bovenmodaal verdienen. Als je laat omkopen om met 2 ton per jaar, waar je sowieso 50% belasting over betaalt dan. Of zoveel ton per jaar. Ik vind dat vrij treurig. Maar Kopspijkers was een grote hit bij de VARA. Enorm. Dat deed ontzettend goed. Ja, meteen ingestort aan de andere kant. Ja.